Anders kom je naar hier. Dat is geen probleem. Ik denk dat jij de enige bent met wie je daarover kan praten. Wat scheelt er? Zou ik hier onder vier ogen kunnen spreken? Ja, tuurlijk. Sam over gesproken? Nee. Zeg dan aan de heer? Nee. Ik heb jouw raad opgevolgd. Ik probeer tijd te nemen. Ik hoop dat ze mij niet gaan verwijten later. Schat? Heb je weer zo vroeg thuis? Ja. Ja, ik heb nog veel werk. Maar ik kan beter thuis komen, want ik word liever niet gemaakt. Hoezo? Ja, je kan dat. Het is er zeer sterk in. Ik heb dat van boven gedacht in het voorstel van het huis te steunen. Ja, en aanvankelijk was je er ook geen voorstander van. Absoluut niet. Maar hij kan zo goed argumenteren. Ja, en hij doet dat zo op een heel vanzelfsprekende manier. Ja, ja, inderdaad. Mm. Rustig, kalm, zet gewoon alle argumenten op een rij. Het ene wordt niet hoger dan het andere. Mm. Een heel verstandig man. Ja, absoluut. En mijn argumenten, die tellen niet meer mee, of wat? Welke waren dat? Wel, dat je hem moet gehoorzamen, dat je zijn vriendin bent. Ja, zeg. Als jullie gaan samenspannen, dan speel ik niet meer mee, hè. Allee, George, draai nu niet rond de pot. Gewoon mij onder vier ogen spreken, spreek dan. Ja, zo gemakkelijk is het allemaal. Iets verschrikkelijks heb meegewerkt. Iets verschrikkelijks? Wat voor iets? Politiek. Ik dacht maar zelf dat het kwalijke gevolgen zou kunnen hebben. Voor ons allemaal. Nou zeg, waar heb jij het over? Iets waar volgens mij heel grote belangen mee gemoeid zijn. Belangen? Wat voor belangen? Zullen we de hele Witkerk op wat gooien? Wat? Gezien. Ze zijn bezig met de voorstelling. Als ze precies van plan zijn, weet ik niet, maar zal die kerk er helemaal anders uitzien, dat weet ik wel. Ze, wie is dat, ze? Valérie. Wij hadden weer die maquette gezien. Ja, maar een maquette, dat is toch maar een soort plan? Dat is wel deze kant die huizen op te kopen. Dat weet ik van Max, die heeft dat ontdekt toen hij die brand in de garage van Elke opgezet. Zit Valérie daarachter? Stel ik voor dat het zo is. Ja, maar Sjops, ze gaan toch niet half Witkerk platbranden om zo'n project te realiseren. Ik kan het ook moeilijk geloven, Marcel, maar ik heb die maquette gezien met mijn eigen ogen. Wat heb je precies gezien? De helft van Witkerk was weg, gewoon van de kaart gevecht. De plaats grote gebouwen en brede lanen. De jachthaven was drie keer zo groot. Gigantisch project, kan zijn, ja. Ja, dat denk niet. Dat doet de burgemeester daarachter steekt. Die steunt de campagne van de burgemeester, dat is een feit dat zeker is. Voor de rest durf ik daar niet luid op te zeggen. Maar je denkt,
Papa snurkt weer eens. Niet laten doen.